een directe band met God en de noodzaak de Bijbelse boodschap in het dagelijks leven tot uitvoering te brengen. Dat predikte dominee Willem Teelink aan het begin van de 17e eeuw in Zeeland. Hij had daarmee een grote invloed op protestants Nederland en wordt beschouwd als stichter van de nadere reformatie. Dan bidden wij nu om verlichting met de Heilige Geest en de zegen over deze dienst. Laten wij bidden. De in Zierikzee geboren Willem Teelink was predikant in Haamstede toen hij in 1608 heel wat teweegbracht in kerkelijk Nederland. Onder invloed van de streng gelovige Puritijnen uit Engeland schreef hij hier zijn beroemde reformatiegeschrift Philopatris. Dat wordt beschouwd als het begin van de nadere reformatie. Dit is de eerste druk, anoniem verschenen. Hij heeft dit geschreven als schotschrift, als vlugschrift naar de Nederlandse overheid van toen, om de Nederlandse overheid ertoe bewegen in haar beleid de gereformeerde principes toe te passen. Daarom zegt men, omdat dit de eerste keer is dat iemand dit zo nadrukkelijk gezegd heeft, dat dit boekje het begin vormt van de nadere reformatie. De Nederlandse Republiek was nog jong aan het begin van de 17e eeuw. De meeste kerken waren inmiddels ontdaan van hun katholieke heilige beelden. Maar er was nog veel onduidelijk over het nieuwe protestantse geloof. Teelink was wel helder. Hij wilde de gereformeerde religie hier als de ware kerk vestigen. Daarom vroeg hij de overheid wetten te maken in overeenstemming met de gereformeerde leer. Ook vond hij dat het dagelijks leven van de gelovigen overal en altijd in het teken van het geloof zou moeten staan. We hebben zojuist die woorden gehoord als leefregel. En het stemt ons tot nadenken of we die woorden wel eens toepassen in ons leven. We leven zo gemakkelijk in deze tijd. Ja, je kunt wel naar kerk gaan, maar heb je het nu ook werkelijk in je hart beleefd? En vooral, laat je het ook zien aan je omgeving dat jij nou een dienaar van God wil zijn? Dus dat betekent dat je ook met allerlei dingen die niet horen moet breken. Hou de zondag in ere. Lieg niet, steel niet, al dit soort zaken, dat kreeg veel meer nadruk. Zondig gedrag moest worden bestreden. Overdaad in maaltijden en kleding, dronkenschap, gokken, dansen, toneelspel. Het was in de ogen van Teelink en zijn aanhangers taboe. Een eeuw later was de gereformeerde kerk, mede dankzij Teelink, stevig verankerd in Nederland en in grote delen van Zeeland. Toch vond een aantal mensen dat de teugels aan het begin van de 18e eeuw opnieuw moesten worden aangehaald. Een van die mensen was Bernardus Smijtegeld, geboren in Goes en vanaf 1695 40 jaar lang predikant in Middelburg. Hij schreef zijn gelovigen strikte leefregels voor. Zijn belangrijkste preken werden na zijn dood gepubliceerd in boekwerken zoals Het Gekrookte Riet. De preken die geven een inblik in het geloofsleven van een christen. Smijtegeld deed dat heel vaak aan de hand van wat hij noemde kentekenen. Als je dit en dat bij jezelf ziet, dan is dat en dat er aan de hand. Nou, zo probeert hij door middel van die kentekenen handreikingen te geven aan zijn gelovigen. Om zich te toetsen of hij nou een dienaar is van de Here of dat hij dat nou juist niet is. Heeft hij nou wel of niet het zaligmakende geloof? De duidelijke preken van Smijtegeld werden vooral populair onder bevindelijk gereformeerden. Door buitenstaanders wel eens de Zwarte Kousenkerk genoemd. Maar ook vandaag de dag nog wordt Smijtegeld veel voorgelezen tijdens de zondagse eredienst. De preken van Smijtegeld zijn ongetwijfeld zo populair omdat ze op een heel directe manier zich tot de kerkganger richten. Smijtegeld gaat als het ware in gesprek met de kerkganger. Hij stelt vragen, geeft die kentekenen op. Kortom, hij gaat als het ware in dialoog met die kerkganger en doet dat op een hele gewone, natuurlijke manier. Nou, dat is het heel aantrekkelijke van de preken van Smijtegeld. Bevindelijk gereformeerden noemen Willem Teelink en Bernardus Smijtegeld hun oudvaders.
theologische schrijvers die voor hun van grote betekenis zijn geweest en nog steeds inspireren. In Zeeland wonen relatief veel orthodox protestanten. 8% van de Zeeuwen behoort tot de bevindelijk gereformeerde zuil. Allemaal zijn ze in meer of mindere mate beïnvloed door predikers als Smijtegeld en zijn ze nazaten van Willem Telink en zijn nadere reformatie.